Ik ben Art Jan en ik spring in een ijskoud kolen zwembad met een Mentos pak. Bij een nieuwe video! Ja, zoals jullie aan de titel en de thumbnail hebben gezien, hebben wij vandaag de meest epische cola Mentos challenge ooit! Wow, maar voordat we deze video beginnen willen we al gelijk zeggen, deze cola is 8 maanden over de datum heen. Die kun je niet meer drinken en ook niet meer naar Afrika sturen dus. Ja, en by the way, wij hebben het zelf betaald en het is gewoon niet gesponsord. En als je kunt zien, alle flessen zitten in de zak. Heel veel fans hebben ons geholpen, super super bedankt. Ja, echt bedankt. En hoeveel flessen zijn het? 6800. Wow. Van 2 liter. Ja. Ja. We hebben hier ongeveer 4 dagen aan gewerkt. Dus ik hoop dat jullie de moeite waard vinden. En zeker even een duimpje omhoog, dames en heren. En dan gaan we nu kijken hoe deze video begint. Let's go. Nou ja, dit ligt er nu, mensen. En denk je, wow, hoeveel ligt er? Het is nog helemaal niks. Wat is dat, een pallet of 3, denk ik? Ja, ik denk 3 pallets, ja. En we hebben er 30. Kut, sorry. 30! 30 pallets! Zo, mensen, wanneer moet ik weer de cola kliko aan de weg gezet worden? Die gaan natuurlijk weer een stukje sneller. Hoppakee. Want voor mij hebben we nu 5, 6 kratten gedaan. Dus nog 24 te gaan. Ja, zoals jullie dus kunnen zien, mensen, dit kost denk ik waarschijnlijk wel de hele dag om het kolen van de ene kant naar de andere kant van het huis te krijgen. Maar goed, het is niet anders. Die kolen hebben we toch hier nodig. En ja, voor hetzelfde geld wordt het allemaal gestolen als het 's nachts staat. We gaan die video niet vandaag helemaal afkrijgen natuurlijk. Dus ja, laten we maar gewoon snel aan het werk gaan. Voor de mensen die nog vragen van ja, hoe voelt het nou om die cola vanaf daar hierheen te verplaatsen? Nou, je kent vast het gevoel dat je een sixpack koopt. En dan loop je er zo nek op een gegeven moment denk je van ah, dat is best wel zwaar. Nou, dat hebben wij zeg maar ook alleen dan keer 2000. Kijk mensen, dan zijn we gisteren tot laat doorgegaan. Gisteren scheen de zon, dus gewoon de zon. En dan word je wakker en dan ga je verder. Wat zie je dan? Er ligt gewoon ijs op de sloot. De hele weiland is wit. We kunnen gewoon zien dat het ijs is, zie je dat? Fles cola. Klein beetje bevroren, maar dat maakt in principe geen bal uit, want we zijn al bezig, als je kunt zien. Het zwembad wordt ondertussen opgebouwd, het zelfs op de grond gelegd. Oké, ja, we hebben ook weer 2 platen hout neergezet met stenen eronder. Waarom? Gewoon voor de zekerheid dat het wel een klein beetje recht loopt en terugloopt. En dat niet alle druk van het zwembad op het hek komt te staan. Waarom? Ik kan je vertellen mensen, waterdruk en in dit geval koladruk. Ah, dat is gewoon echt super sterk. En we hebben geleerd van de minibike video. Heb je het nog steeds niet gezien? De 450 asperse. Ik zou zeggen, check hem nog steeds even. Het is echt een van de dikste videos ooit. Ja,
Dat is gewoon echt vet. Dat was de grootste adrenalinekick ooit. Maar voor de rest, daarvan hebben we wel geleerd hoe zo'n zwembadje in elkaar zit en waar de druk in gaat. Naar de laagste kant. En dat de grond toch wel recht moet zijn. Dus bij deze, we gaan de grond gewoon helemaal goed maken. We gaan meteen goed van start en dan gaan we de kolen erin gooien. Zoals je kunt zien, die komt naar buiten toe en hij komt deze richting op. Het is een echte orang-outang. Het is een echte orang-outang! Ja! Het is Babiana Boy! We blijven maar tillen, joh. Gooi allebei de eerste fles erin en dan zou ik zeggen nog 6798 te gaan. Proost! Ah, er zit wel een klein beetje ijs in, zie ik. Van ijskola. Ja. Oh. Hey, nu is het nog leuk. Maar straks zit er nog een paar duizend. Ah man. Het ruikt wel aan de cola. Hè? Al die vieze benten erin. Als je dit in de zomer hadden gedaan, dan was het één grote wespennest geweest. Want ik ruik nu gewoon de zoete cola lucht hier in één keer. Ja. En dat is natuurlijk de grote vraag, wanneer we erin gaan, wat gaat er gebeuren? Nou, omdat we 6800 flessen moeten leeggooien en de dop eraf halen, is, ja, we denken misschien is er een snellere manier. Probeer het gewoon even met een zwaard. Als het lukt, kan je veel tijd besparen. Zo'n milli gaan halen, jongens, het is ongehoord. We hebben de. Ik zou echt niet weten hoeveel het is, 400 misschien. Je ziet, de schuim staat er nog op. En als je hier kunt zien, dit moet er nog in. Dus ja, dat gaat nog eventjes duren. Winter is coming. Het zwembad zit al redelijk vol. Ja, redelijk. Het is echt een hel om dit allemaal te vullen. Ja, en het watervoordeel is je wel, als je hier aan het werk bent, je ruikt echt continu die lucht, zeg maar, dat zoete lucht. En deze extra zoet ook voor mij. Want... Ja, het is wel aparte cola, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik weet niet of het doorkomt dat het over datum is of zo. En het is ook, als je kan zien. Met extra caffeine. In Nederland willen ze alle caffeine bijna eruit halen. En hier doen ze gewoon extra caffeine in. Toch, als je deze berg ziet, weet je, met al die lege flessen, denk je, wauw, lekker erin springen. Maar ik weet, als je erin springt, dan is het in één keer zo. Die jongen, versterking ingeroepen, versterking, Enrique in de house. Ja, bij deze Enrique heel erg bedanken voor zijn hulp, weet je wel. Echt heel erg bedankt, Enrique. Dankjewel. Ja, als jullie kunnen zien, het gaat redelijk hard, zeg maar. Kijk.
kost altijd even tijd, maar dat hebben we er gewoon weer over. Doe maar over jullie! Ja! Yo, 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 we zijn echt los. Fuck, fout, kliko, jongen. Even goed, ja, we zijn nu echt denk ik op 70%, 80% van alle flessen. Het is fucking veel werk. Echt gewoon dat je denkt van, hey, ziet eruit als een beetje werken. Nou, 10 keer te ver. Nee, even goed, we zeggen wel, YouTube is hard werken. Met deze video is het zeker hard werken. Maar even goed, we zijn bijna klaar, denk ik. Het is bijna, ja, kijk, als je ziet hoeveel we hadden en hoeveel we nu nog hebben, dan zijn we bijna klaar. En dan is het tijd om het bad in te gaan. Woe! Maar wie gaat het bad in? Dat is altijd nog de vraag, hè. Ik moet wel zeggen, het water is echt fucking koud. Tenminste, water, cola. Cola is fucking koud. En ondertussen zijn de jongens daar lekker hard aan het werk. Nou, de reden dat ik nu even binnen sta, dan denk ik, kan ik even wat filmen? Voor even, hè? Want buiten is er te veel wind en dan horen we misschien ook. En ik denk, er moet toch even een beetje een updateje tussendoor hoe ver we nu zijn. En dat we eigenlijk gewoon bijna klaar zijn. Als het bad vol is, dan is het tijd voor het moment. Zie je dat? Zie je het koekiekruim als... koekjes. Chocolate chip koekjes. Oké, mensen, ondertussen zijn we dus nog steeds bezig met het vullen van het zwembad. Maar we hebben hulp gehad van, ja, om het zo maar te zeggen, het Spakenburg/Imdijklegioen. Zoals jullie kunnen zien, staan er nu super veel kinderen staan er in de tuin mee te helpen. Flessen in het zwembad gieten, flessen openmaken, flessen platstampen, flessen zakken doen. Zakken wegbrengen, ja, dat moesten we allemaal zelf doen met z'n drieën. Maar nu staan er een stuk of 15 kinderen. Dus jongens, dikke shout-out sowieso naar jullie. Aan het eind gaan we ze een kleine verrassing geven. De nieuwe prankbandjes die we dus binnen hebben gehad, die gaan we aan hun geven. Als beloning dat ze met ons mee hebben geholpen natuurlijk. Misschien krijgen ze nog een stickertje, misschien krijgen ze worden natuurlijk goed verzorgd. Blikjes drinken, chocolade, snoep. Even kijken, want het gaat op zich nu best wel hard, zoals jullie hier kunnen zien. Dit zijn allemaal zakken die ze hebben gevuld, daar zijn nog een paar zakken. Nou, hier liggen de chocolaatjes. Hier hebben we de flessen shower. Deze baas is al, nou, ik denk al 20 keer met een volle tas gelopen. Zoals jullie kunnen zien. Alle flessen zijn er bijna weg, hier gaat er weer een heen met een zak. Alle flessen stampen hier. Flessen gooien. A.k.a. Rijn de Junior en Aart. We hebben een lekkage in het bad. Ja. Dus. Nou, we doen nog fietsenband shit erop. En, ja, ik weet ook niet dat ze even. Oh, hier gaat hij, wacht. Kun je hem zien? Hier loopt hij. Nou, zoals jullie konden zien, het is één grote chaos momenteel. Maar wij zijn echt super blij dat de jongens komen helpen. Want ja, met z'n drieën, of met z'n vieren, want Rick is natuurlijk ook bij. Zijn we al zeker 3 dagen bezig. De eerste dag kwam dus de cola. En we hebben alles van voor naar achter gezet. De tweede dag, dus gisteren, hebben we ja, eigenlijk al de hele tijd gedaan wat we dus nu ook aan het doen zijn. Flessen naar het zwembad toe tillen en in het zwembad leeg gieten. Maar dat kost zoveel tijd, want het zijn dus bijna 7000 flessen. En 7000 flessen dus handmatig openmaken en in het zwembad gieten. Nou, dat is echt zoveel werk is dat.
Maar goed, het gaat nu in ieder geval de goede kant op. Ja, waarschijnlijk gaat het ons dus 4 dagen kosten om 1 video op te nemen. Ja, het is niet anders. Het kost ik pakken weer geld. Maar ja, dus mensen, ik ga even verder naar buiten, want jongens hebben me natuurlijk wel nodig. En dan zou ik zeggen, doe even een duimpje omhoog voor alle moeite. Dat waarderen wij echt super erg. En dan ja, gaan jullie straks gewoon kijken hoe we in het zwembad gaan springen, mensen. Hey jongens, bedankt allemaal. Tik hem aan vast. Wie gaat er al? Ja, ik nog niet. Jullie krijgen wel wat presentje ook gehoord. Ja, we krijgen een verrassing krijgen. Ja, verrassing! Hey! Wow! Dat is de eerste in deze bandjes. En jullie zijn gewoon de eerste van heel Nederland die prinsenbandjes krijgen. Duimpje omhoog. Oké, duimpje omhoog. Jullie zijn allemaal harde werkers. We zijn jullie zeer dankbaar. Kijk jongens. Even kijken. En applaus natuurlijk voor jullie, hè? Kom op! Helder! Wij zijn jullie zeer dankbaar, echt waar! Ja, Wim! Allemaal, tik hem aan! Wim! Bam, 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 bam! Ik ga eentje even omdoen en even laten zien aan de camera hoe het eruit ziet. Nee, ik heb hem al! Het duurt te lang, het duurt te lang! Hiro, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem! Hij heeft hem, kijk eens, hij heeft hem bijna om dan, maar hij kijkt eens. Hoppakee! Hé, wat vinden jullie van deze bandjes? Vinden jullie het cool of niet? Hoppakee, kijk even de mensen thuis. We willen natuurlijk ook zo'n bandje. Binnenkort gaan we deze natuurlijk verkopen. Ja, jullie zijn dus de eerste die deze bandjes dragen, jongen. En wij krijgen ze gratis! Oké, dames en heren, dit is hem dan. De allerlaatste kolenfles. 2 liter. Zoals jullie kunnen zien, het hele zwembad zit al vol. We hebben gewoon 4 dagen gewerkt hieraan. Ja, om het ten eerste vanaf plek A naar plek B te krijgen. Dan van plek B in het zwembad. En daarna moet je alles opruimen. Je moet alle doppen handmatig afdraaien. Het is zoveel werk geweest. En dan is zeg maar het moment dat je klaar bent. En dan ben je zeg maar blij. Denk ik, yes, we zijn klaar. Maar dan is dus nog het moment dat iemand, ik weet niet hoe koud het is, maar volgens mij is het 1 of min 1 graden, dat je dan in het bad moet. En dan denk je in één keer weer van, oh ja, we moeten ook nog in het bad, zeg maar. Dat is zo fucking koud, maar ja, dat gaan we gewoon doen. En ja, ik zeg wel wij, maar aardse dag lekker de lul. Dus dat is wel een voordeeltje. Maar goed mensen, we gaan de laatste kolenfles erin gooien. En het is toch wel even zo'n momentje, weet je wel. Dus let's go. Woe! Komt die al aan? Hey! Dat Anton Asfiron! Het is een nieuwe mode, jongens, dus. Hou je dit aan? Nee, blote bas, jongen. Oké, dan gaan we naar binnen en dan gaan we Abad het Mentos pak even aantrekken en dan gaat hij gewoon inspringen. Yes! Hey, waar heb je er zin in, jongen? In het lekkere warme bad! Ja, kijk hoe zwart het ook is. Het is gewoon pikzwart helemaal. Wil je het echt aan het weten of niet? Ik doe het voor jullie. Ja, want gisteren hadden we dus een lek tijdens het bouwen. Toen moesten we onze hand erin doen. Om het gat zeg maar te repareren. Nou jongen, je hele hand was helemaal... Ging zo. Koud, jongen. Dus ik ben wel sowieso wel benieuwd hoe Aard er zo meteen uitkomt. Ik denk dat ik erin spring en dan is het... En dan ren ik, ga zo snel mogelijk weer naar binnen. Ja, ik denk dat het een soort ijszwemmen 3.0 wordt. Alleen dan met een cola met als pak bad. Dus, en ik heb het nu al koud. Let's go. Ik ben er niet eens in, het is zo fucking koud buiten. Het is gewoon, ik zit helemaal te shake. Ik ben helemaal wit, man. Nou, het is warme cola, want het is gekookte cola. Koud, ja, ik kan niet zo. Maar dan denk ik dat we maar gaan beginnen. Ik denk dat we het heel snel gaan doen. Let's do this! Ja, kijk, want we zijn allemaal nieuwsgierig. Wat gaat er nou gebeuren als je een grote man met iets van, wat is het, 1000 mentels, weet ik veel, in een grote bad cola doet? Om er nu achterkomen. Ik heb geen zin meer. Ja, dat zijn laatste woorden. Kan dat nog langer duren of niet? Ik ben fris. Ja, het is echt wel koud, joh. Kijk hoe wit mijn handen zijn, joh. Moet je zien, het is helemaal blauw al. Ik moet even een keer zien op de camera. Ja, wel een beetje. God, en je kijkt dan blaren van naar de werken. Hè? Alles voor het zwembad, dames en heren. Gewoon één fucking gigantic zwembad. Helemaal vol met kolen. Check als ik dit doe, hè.
Hier dan de doppen nog. Nou mensen, hier ligt gewoon even serieus gisteren gewoon nog ijs op, hè. Ik ben Aart-Jan en ik spring in een ijskoud kolen zwembad met een Mentos pak. Ja! Hek. Kijk eens, er zit gewoon weer kolen op de lenzen. Ja, ik ben maximaal geraakt hier. Kunnen we wel zeggen dat de kou erger was dan de Mentos? De kou dus. Nee, het is fucking warm. Nou, we kunnen natuurlijk altijd dit nog even doen. Er gebeurt niets, mensen. God, het is helemaal pikkie donker, man. Als je er ligt, hè? Ja? Ja, joh. Hij dacht dat hij dood was. Oh. Nou, wat... oh, ja, je trekt helemaal samen. Dan is dit in één keer gehad een blok in één keer. Ik zo. Hij is nog nooit zo gespeed geweest. Oké. Hoe gaat hij? Hoe die gaat? Ja, beschrijf het eens. Hoe was het dan beneden? In een diepe, donkere gat. Ja, dit doet me gewoon denken als je dat ijzerzak, weet je wel. Dan ben je aan het spartelen voor je leven. En als je eruit komt, dan voel je in één keer die... Alleen nu voelde ik het hier al in, laat ik maar zeggen, die kou. Ja, ik hoop dat je nu geen kleren aan hebt, hè? Dan komt het gelijk op je huid, denk ik. Ik denk zelf dat het moment dat Aart erin sprong en dat hij in één keer omhoog kwam, zo... Dat vond ik eigenlijk fucking grappig om te zien. Het zag wel echt... Kijk hoe fucking blauw deze man is, gek. Dames en heren, vond dit natuurlijk een leuke video en hebben jullie nu heel veel respect voor Aart, sorry. Hebben jullie heel veel respect voor Aart. Volgende sowieso ook even op Instagram, ja weet je. A.J. Le Zeur is de Instagram. Staat hier ook ergens onder, je staat hier ook hier zo, weet je wel zo. Pakketje, kom aan. Even goed. Geef natuurlijk niet die like voor Aart, want Aart verdient die like vandaag. Ja, en vonden jullie gewoon een leuke video en alle moeite die we hierin gestoken hebben. Dat was echt fucking van moeite. Blijf kijken en dan zien jullie graag wel nog een keer. En blijf abonneren natuurlijk. Later.